Zo, daar gaan we. In het woord van God lekker. Lekker aanbeden, wist ik wel. Fijn om zo bij elkaar te zijn. Gemeente van Christus, zeggen ze dan in de Bijbel, hè. Maar zo mooi om hier te zijn en met elkaar te overdenken hoe rijk Gods woord is. En ik wil ook vandaag echt met jullie delen iets wat zo belangrijk is. Als Paulus zegt in 1 Korinthe 15, dan zegt, of 14 bedoel ik, in 1 Korinthe 14, dan zegt Paulus het volgende. Strek je dan uit naar de gaves, de geestelijke gaves, maar al die van? Profiteren. Maar al die van profiteren, woorden van kennis. We hebben dat allemaal zo nodig in ons geloofsleven. Want wie wil nou niet gezien worden door God? Zo vaak zien mensen ons niet, hè? Zo vaak zien mensen ons niet. En dat doet pijn. We leven in een gebroken wereld. Er zijn steeds mensen van vlees en bloed. Maar door de Heilige Geest, daarom is het zo belangrijk vol te zijn van deze geest. Om zijn zachte stem te verstaan. En om ook lef te hebben. Om uit te stappen. Daarom zegt Paulus dat, nogmaals. Streef alle gaven na van de geest. Maar vooral die van profeteren. Dat je bemoedigd wordt, opgebouwd wordt, vertroost wordt, soms vermaand wordt, maar dat is ook vanuit de liefde. En ik wil bidden voordat ik ga beginnen ook, voor ons allemaal, dat ik misschien het woord mag brengen, maar dat de geest zo krachtig gaat werken door ons allemaal heen, dat we straks allemaal elkaar mogen bemoedigen. Met een woord van God, want God ziet jou. De Heer Jezus, wilt u mij helpen om dit woord te verkondigen? Wilt u onze harten zacht maken? Dat we kunnen ontvangen wat uw geest in ons zegt. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar te laten zien dat u ons altijd ziet staan. Dank u, Jezus. Neem uw plaats, Heer Jezus. Kom over ons met uw zachte wind, lieve Heilige Geest. Dank u, Vader. Dank u wel. Amen. Laten we een momentje stil zijn. Zoek hem op. Spreek het uit naar God. In klanktaal of in je eigen taal. Stil in je hart. Doe maar. Laten we daar even een halve minuut God voor nemen om heerlijk bij de Vader te zijn. Om ons te richten op hem. Dank u, Jezus. Shantalaya kiriya talaya balaya shakiya. Dank u, Jezus. Heilig, heilig bent u, Vader. Heilig, heilig. Heilig, heilig bent u, Vader. Kuria shinkia lalayanta balalaya shinkia balalayanta. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, lieve, lieve Heilige Geest. Dank u. Dank u, Jezus. Voelen jullie het? Hij is hier, hoor. Hij is hier. Hij is hier. Mijn dochter, ik zie jouw hart. Mijn dochter, ik weet dat je door hele moeilijke momenten heen bent gegaan in je leven. En mijn dochter, je bent er nog niet misschien. Maar ik ben er voor jou. Ik ga jou leiden meer en meer aan mijn vaderhart. En je zal ontdekken mijn kracht, mijn liefde. Maar ook dat ik zo'n goede vader voor je wil zijn. En dat zeg ik ook heel duidelijk, ik wil een goede vader voor je zijn. Want daar heb je moeite mee. Je hebt veel meegemaakt in je leven. Je bent door hele diepe dalen gegaan. Maar ik heb je altijd gezien. En ik ben bij jou. En ik bemoedig jou. En ik spoor jou aan
om vandaag nog meer toe te treden tot mij. Geef me meer van jou en je zal zien dat je nooit teleurgesteld raakt in mij. Amen. Amen. Ja, wauw. Voelen jullie het? Ja, yes. Ik ook, ik voel hem heel, heel liefelijk. Dit noemen ze Sela. Ja. Dit noemen ze Sela. En hoe vaak doen wij dat niet meer? We willen alleen maar consumeren. We willen alleen maar praten, luisteren, doen, 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 druk, druk, druk. Maar wow, is dat fijn om in zijn aanwezigheid te zijn. Om zijn rust en vrede te ontvangen. Ik ben benieuwd wat God gaat doen. Ik heb geschreven, God spreekt wel, maar luisteren wij. Wel grappig hoe we net zijn begonnen. Vaak, als ik dit zeg, dan misschien denk je, ja, inderdaad. Volgens mij hebben we net gezien dat we luisterden. Volgens mij hebben we net ervaren al heb je niks gehoord, dat je hem toch hebt gehoord als je snapt wat ik bedoel. Dat de geest aan het borrelen was in jou. De profeten in het Oude Testament, hè, als we het Oude Testament lezen, dan wisten ze altijd wanneer God sprak. God sprak namelijk heel anders in het Oude Testament, hè, dan in het Nieuw Testament. Bij het avondmaal wat we net mochten vieren, werd heel mooi gezegd, door Jezus hebben we een nieuw verbond. God openbaarde zich aan Mozes, Abraham, Jona, noem die profeten maar op. En ze verstonden hem heel goed. Maar wij mogen dat opnieuw eigenlijk leren, omdat God anders niet werkt. Hij stuurt niet, vaak niet meer een boodschapper, een engel. He, dat deed hij bij Abraham, Jona. Maar nu woont hij zelf in jou. Door zijn Heilige Geest. Die het woord van God openbaart. Het woord van God is Jezus, hè? Het woord van God is Jezus. Vanuit relatie spreekt God nog steeds tot ons. Oh. En tot mensen die jou iets doorgeven. Wat we straks hopelijk ook echt gaan doen. Met de wil van de Heer. En ik geloof echt dat Hij dat wilt. Hebben we dat allemaal wel eens? Een woord van God gekregen? Ik wel. Of doorgegeven? Ik ook. En hoe fijn is het wel niet als je iets krijgt. Maar ook als je iets doorgeeft. Nou, Jor en mij, gisteren waren we een vriendje van jou aan het zoeken. En toen kreeg papa ineens een woord voor een meisje. Hè? Die zat aan tafel bij haar mama. Weet je dat nog, gisteren? Oh ja. Ja. En dat was heel spannend natuurlijk. Dat was een meisje van een jaar of 16, 17. En die zat met haar moeder aan tafel en Jorna een vriendje aan het zoeken. Nathan heette die, uit mijn hoofd. Is Nathan hier? Nee. Die is er niet. Die is bij Rick. Zei de mama. En toen, ik stond er gewoon bij en ineens zegt God tegen mij. Zeg tegen dat meisje dat zij natuurlijk heel dapper is. Dat ik een plan met haar heb. Ja, oké. Okay. 5 seconden later, nou, laat ik het maar doen. Sorry dat ik even inbreek, zeg ik. Ik denk dat ik misschien iets heb ontvangen voor jou. Zeg ik ernaast. Je moeder kijkt me aan, zij kijkt me aan. Ik zeg ja, ik weet het niet. Maar als ik het niet zeg, krijg ik er toch spijt van. Dus doe ik het maar. En gelukkig stonden ze ervoor open. En mocht ik dat zeggen. En dat meisje die heeft me bedankt. En nou, poeh. Ik wist niet meer wat ik terug moest zeggen. Zo blij was ze met het woord. Voor ons klinkt het soms heel gek of raar. Maar doe het gewoon. Stap uit. Je weet niet hoe belangrijk het is voor die persoon. En dit meisje kwam echt zo blij en dankbaar over. En die moeder ook. Dat ik echt dacht van, ik weet niet wat hier aan de hand is. Maar dit was wel goed wat ik heb gedaan. Dank u Jezus. Maar volgens mij was dat niet de moeder. Nee, wie was dat dan? Een tante? Weet ik wel. Oh. Ik ook niet, maar goed, dat dacht ik. Als we terugkijken in ons leven zien wij ook vaak dat God spreekt. Misschien ben je dat wel eens vergeten. Ik vergeet dat wel eens. Daarom is het zo mooi om dingen niet op te schrijven wat God in je leven doet, maar om het ook in je hart te schrijven. De Israëlieten hadden daarom ook zo'n gewoonte als er op een speciale plek wat gebeurde. Wat deden ze dan? Stenen. Of een altaar. Jozef die wakker werd gewoon op een steen. Die zalfde hem en zei, ja waarlijk, dit is altaar. Hier heb ik God ontmoet. Betteld. Jozua die door de Jordaan ging.
deed hij? Voor elke stam deden ze een steen in de Jordaan. Als steken. Hier heeft God de Jordaan aan de kant gespleten. Wat hij al eerder deed. Bij Mozes door de Rode Zee deed hij ook bij Jozua voor het volk. Wij vergeten soms om God te gedenken. Om in ons hart die altaar te bouwen. Om te prijzen. Om mensen te vertellen de grote daden Gods. Dat is zo belangrijk. Zelfs voor de ongelovige mensen die misschien denken dan dat je een sjogge bent. Op een gegeven moment, als ze je beter leren kennen, gaan ze toch denken van poeh, zijn dit nou sterke verhalen of misschien is dit toch wel waar. Amen. Ik heb heel veel sterke verhalen die echt waar zijn. Dankzij Jezus. Ik weet nog goed, jaren geleden, dat God wilde dat ik sprak. En dat deed hij op een hele mooie manier, anders had ik het nooit geloofd. Ik deed vrijwilligerswerk bij een christelijk cafeetje, Compassie, in Zutphen. En daar hielden ze ook verschillende thema-avonden. Dus dan gingen mensen, soms echte sprekers die we kennen in kerken, of mensen die een bediening hadden en daar iets over gingen uitleggen. En dan kon er een collecte gehaald worden, of noem het maar op, van alles ja, wat met christelijk geloof te maken had. Die kwam daar wel eens op een avond, dat heette thema-avonden. Op een gegeven moment vroeg de leider daar, Hans Holtgeven, Edward, wil jij geen thema-avond een keer doen hier? Ik zeg, nou, denk het niet, Hans. Ja, ik help je wel mee, doe dan, dat kan jij, en dit en dat. Ik denk, dat kan ik helemaal niet. Ajo, dat ga ik echt niet doen. Maar goed, Hans was mij ook wel een beetje op dat moment aan het discipelen, aan het trainen. Dus op een gegeven moment zei ik, nou, vooruit dan maar, Hans, als je me echt helpt. Want dat moest wel, ja, met een PowerPoint en al die dingen. Dus nou, uiteindelijk geluk. Die avond, Jorne zat in de buik, weet nog goed, was in dezelfde week dat Jorne geboren werd. Weet je dat nog, mama? Ja, weet ik nog. Zij dus hoogzwanger daar, komen kijken dat haar man voor het eerst iets deed qua spreken bij christelijk geloof. Doodsbang was ik. Er waren ongeveer net zoveel mensen nu als hier. Oh, ik was doodsbang. Echt waar. Ik dacht, nou, dit gaat helemaal fout, dit gaat helemaal in de soep. Maar gelukkig had Hans mij beloofd mij te helpen. Ik heb die PowerPoint perfect in dat ik begin te spreken, dit en dat. Ik ben klaar en Hans komt naar me toe. Edward, je bent niet alleen een evangelist, jij bent ook een spreker. Ik dacht nog bij mezelf, nou, vandaag ging erg goed. Zal wel toeval zijn. Jij moet de volgende keer weer een themaavond doen. Ah, prima Hans, we zien wel. En nou komt het mooiste. God kent mij. Die zondag ga ik naar de kerk. Want ik ga wel vaak op zondag naar de kerk natuurlijk. Maar toen ook. En een van die leiders die goed spreekt, Carlino Bus, misschien kennen jullie hem, misschien niet, die komt ineens naar voren, naar mij toe, en dan zegt, ik moet mijn spreekbeurt aan jou geven, Edward. Ik ben net pas een jaar tot geloof, hè? En ik wist meteen, oh jee. Oh jee. Dit is... Menens, ja, inderdaad, dat is het juiste woord. Ik dacht, echt, wow. En ik heb het gedaan. En de rest is geschiedenis. En de eerste jaren was ik doodsbang, echt waar, het duurde echt lang. En nu weet ik dat ik hiervoor geboren ben. Om het woord van God te verkondigen, om op straten zijn grote weldaden te vertellen. Om gewoon uit te stappen en te profeteren. Om mensen hongerig te maken. Als ik in de kerk ben, dan ben ik bij de soldaten van Jezus Christus. En dan wil ik onderwijs geven. Dan wil ik ze hongerig maken. Dan wil ik ze aanvuren. En op de straat wil ik de mensen laten zien. Het grootste profetisch woord is namelijk op straat. En dat maakt helemaal niet uit of iemand echt in zonde leeft. Want weet je hoe God iemand aanraakt? En weet je hoe God iemand verandert? Door zijn liefde. Dus wat zeg ik? En dat kunnen we allemaal, want het is een heel groot profetisch woord. God houdt van jou. Wat zeg jij dan? God houdt van jou. Nou, niet van mij. Oh nee, hij heeft zijn zoon ook gestuurd voor jou. Hij heeft een plan met jou. En voor je het weet gaat de Heilige Geest zo krachtig in jou werken, dat je staat te profiteren zonder dat je het door hebt. Ik heb het meegemaakt. Mensen voor mijn neus stonden te huilen gewoon. Ik heb het meegemaakt dat mensen naar Outreach Zutphen kwamen of dat ik ze mee mocht nemen naar de kerk. Ik heb zelfs een keer meegemaakt
Dat die jongen, toen ik zat gewoon te vertellen over Jezus, dat hij begon te springen. Dat ik zei, wat doe je nou? Hij zegt, ik weet het niet. Ik zei, jij bent vol van Gods geest. Wat is dat? En ik kon vertellen over de Heilige Geest en dat. En die is ook zondag mee geweest toen naar de kerk bij mij. Dat zou ik wel vaak willen meemaken, maar ik heb het eigenlijk in meegemaakt. Dat een middelbare schooljongen van een jaar of 12, 14, ik weet het niet, maar die stond gewoon te springen omdat ik hem over Jezus aan het vertellen was. Dat is toch vet? En dat wil God ook door jullie doen, hoor. Niet alleen door mij. Even vol zijn van zijn geest. Stap maar gewoon uit. Begin maar te stotteren, begin maar bang te zijn. Dat is zo. Maar op een gegeven moment wordt het eigen. Dan word je erin getraind. Amen. In Hebreeën 1, vers 1 en 2 staat het volgende. Ik heb de Narense Bijbel bij me. Dat is een Bijbel die niet veel mensen kennen, maar die ligt heel dicht bij de grondtekst. Daarom vond ik wel interessant om te kopen toen. En ik vind hem ook heel leuk om naar uit te lezen. Dus vandaag heb ik die mee. In Hebreeën 1, vers 1 en 2 staat het volgende. Vele malen en op vele wijzen voorheen heeft God gesproken tot de vaderen in de profeten. Maar op het laatst in deze dagen heeft hij gesproken tot ons in een zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Om wie hij ook de eeuwigheid heeft gemaakt. Vroeger sprak hij alleen door profeten en nu dankzij Jezus ook door jou en mij. Het is toch zo bijzonder, hè? Dat elk mens een schepsel van God is. Maar niet een kind van God. De relatie is hersteld. Wanneer wij Jezus Christus aannemen als zoon van God. Erkennen dat hij gekruisigd is voor onze zonde aan het kruis. En uit de dood is opgestaan. Weet je wat God dan doet? Wow, ik krijg er gewoon kip van. Deze lieve God. Zeg, ik ben niet God. Ik ben dichtbij. Omdat jij mijn zoon hebt aangenomen, kan ik mijn ruach, mijn geest in jou blazen. Je bent nu bezegeld. En je mag mij Abba, vader noemen. Wat een voorrecht, hè? Jij hebt dankzij Jezus weer relatie met de Vader. Jij hebt dankzij Jezus eeuwig leven. Jij hebt dankzij Jezus de brug naar de Vader gevonden, waardoor de Vader zijn Heilige Geest heeft gegeven. Als ik dit vertel, hoor je dat? Deze drie zijn één. Maar zijn alle drie een persoon die heel belangrijk zijn voor de mens om terug te komen bij God. Daarom verdient Jezus alle eer. Dankzij Jezus hebben we de Heilige Geest gekregen, ook al moet de Vader hem aan jou geven. Dankzij Jezus is God niet meer een God, een eeuwigheid? Nee, is hij een vader? Natuurlijk is hij God, hè? Vergis je niet, maar meer dan dat. Ook een vader. En als we ineens Lucas 10 gaan lezen, vers 21 en 24, die vond ik zo mooi erbij passen, want dan lezen we over de relatie door ons heen. Wat Jezus zegt. Lucas 10. 21 tot 24. Dit eigen uur jubelt hij het uit door de Heilige Geestesadem. En zegt, ik belijd van u, Vader, Heer van de hemel en de aarde, dat gij dit hebt verborgen voor wijze en verstandigen. Dit vertelt Jezus aan zijn discipelen. En hebt onthuld aan onmondigen. Ja, Vader. Dat zowel behagen is geschied ten overstaan van u. Alles wordt mij in handen gegeven door mijn Vader. En niemand herkent wie de Zoon is, alleen de Vader. En wie de Vader is, alleen de Zoon. En elk aan wie de Zoon het wil onthullen. Wilt Jezus het aan jou onthullen? Kom, kerk. Zeg ja, volmondig. God wil al zijn geheimenissen onthullen aan jou. In Jezus, zodat je hem beter gaat leren kennen. Dat je nog meer zijn werken mag laten zien. En dat de potentie waar jij voor bent geboren, niet 30, niet 60, maar 100-voudige vrucht zal brengen. Amen. En zich kerend tot de leerlingen apart zegt hij, zalig de ogen die aankijken wat gij aankijkt. Want ik zeg u,
dat vele profeten, koningen, hebben gewild te zien wat gij aankijkt. Wij zien Jezus ook. Wij zien Jezus ook. Want we voelen hem. Hij woont in ons. Oh. En straks zullen we hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. En te horen wat gij hoort. En ze hebben het niet gehoord. Wij hebben het gehoord. Jij leeft niet zomaar op deze tijd. Want God weet toch alles. God heeft jou en mij nodig. Zeg dat maar eens tegen je buurvrouw. God heeft jou, maar ook mij nodig. Zeg het. Wees vrijmoedig. Kom op, jongens. Halleluja. 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 God heeft jou en mij nodig. En voor de mensen die ook kijken op Kerk Online, op YouTube, weet ik, waar Hans deze preek gaat neerplanten. God heeft jou nodig. Halleluja. Want dat is de wil van God. Oké, we gaan eventjes verder bladeren. Gaan we eens even kijken wat 1 Petrus hoofdstuk 4 te vertellen heeft. In vers 11. Praat ik te hard? Sorry, ik zal iets zachter praten. Nou, ik vind de muziek straks ook keihard. Ik denk, waarom moet dat in die kleine ruimte? Sorry hoor. Als het een beetje zachter kan, afgestemd. Oh, ik word er helemaal moe van. Ik ben overgevoelig, ook voor geluiden. In 1 Petrus 4, vers 11, staat het volgende. Als iemand spreekt, dan woorden zoals van God. Als iemand dient, dan uit kracht zoals God verleent. Opdat in alles God verheerlijk wordt door Jezus Christus. Aan hem is de heerlijkheid en de kracht. Ik doe de microfoon wel uit voor u, want dat is niet echt nodig ook hoor. Zo. Ik praat hard. Ja, ook dat. En ik wil niet dat mensen iets missen. De duivel komt inderdaad te roven en te stelen. En dat gaan we gewoon niet doen. Halleluja. Het is gewoon geweldig om God te leren kennen en met elkaar hem te zoeken en te ervaren. Hoor Gods stem. Hoor zijn stem. Want God zegt in zijn woord dat als je iets doet voor hem, dat je eigenlijk als hem mag overkomen. Want er staat echt, luister, 1 Petrus 4 vers 11. Als iemand spreekt, dan woorden zoals van God. Als iemand dient, dan uit kracht zoals God verleent. Opdat in alles God verheerlijk wordt door Jezus Christus. Aan hem is de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid der eeuwen. Amen. Dit is toch ongelooflijk wat God jou en mij toevertrouwt. En Paulus hamert er zo vaak op. Er staat niet alleen in het Oude Testament hè, van strek je uit, genees de zieken, noem het maar op. Nee, in het Nieuw Testament dan krijgen we dezelfde opdracht. Paulus zegt strek je uit naar alle gaven van de geest. En Jezus zegt, ga heen, verkondig het evangelie, doop ze in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Laat de doden opstaan. Genees zieken. Maar Jezus zegt ook iets anders moois. Jezus zegt ook in Lucas hoofdstuk 10. De discipelen komen terug. In uw naam verdwijnen zelfs demonen. Jezus denkt dat is mooi. Maar weet je wat nog veel mooier is? Deze zielen gered zijn. De namen staan in het boek des levens. Dus als jij misschien vrienden hebt, mensen hebt. Ze zijn tot geloof gekomen en doen er niks mee. Jij hebt je werk gedaan. Jammer dat ze niks meer doen. Maar wees wel blij dat hun naam in het boek des levens geschreven is. Je hebt wel letterlijk iemand gered. Het is jouw vrije wil om er ook wat mee te doen. Het is jouw vrije wil, als jij de stem van God hebt verstaan, om straks naar de persoon te lopen om hem te bemoedigen. En ik kan je verzekeren dat het jammer is als je het niet doet. Want misschien heeft deze persoon dat woord zo hard nodig. Ik ben vaak zo blij als mensen naar mij toe komen na een preek. Of wat dan ook, om mij te bemoedigen. We hebben het nodig. We hebben elkaar nodig. En God weet het. Daarom zegt hij ook. Wat we hebben gehoord, verzaakt niet de bijeenkomsten. Het zou best sneu zijn, toch? Hans hier, als voorganger. Die elke zondag kerk hier houdt. En dat we allemaal niet komen, omdat hij hier toch live staat. Ja, Hans. Ik kijk wel. 'S Avonds krijgt hij van jullie allemaal een telefoontje. Ah, je hebt goed gesproken. Was mooi. Goede beeldkwaliteit, et cetera. Maar eigenlijk, jammer. Het zou jammer zijn als je een verjaardag houdt en je nodigt mensen uit. Ze komen niet. Ja, ik kan niet, maar wel gefeliciteerd. Ik stuur je een kaartje met 10 euro. Ja. Het zou jammer zijn als iedereen zo dacht.
Dan kunnen we ook geen voetbal meer kijken, geen basketbal meer kijken. Want iedereen denkt, ja, kan het ook wel op de PlayStation spelen of op de Xbox. Ja. We hebben elkaar nodig. Ja. Wij mensen hebben elkaar nodig. Dat is gewoon van nature zo, en God weet het. Toen hij Adam maakte, was het niet compleet. Er moest een vrouw bij komen. Hij moest volmaakt zijn. De vrouw met de vrouwenhanden, de man met de mannenhand. Eva is net zo belangrijk als Adam, hoor. Alleen Adam heeft andere verantwoordelijkheden die wij als mensen misschien soms belangrijker zien. Maar dat is niet zo. Anders had Eva wel uit het hoofd gemaakt zijn of uit het teen gemaakt zijn. Maar nee, uit de zijkant. Omdat de vrouw naast de man staat, niet boven en niet onder de man. Zo belangrijk om te weten. We staan naast elkaar, amen. En een vrouw hoort vrouwenwerk te doen en een man hoort mannenwerk te doen. En dat wil niet zeggen dat een man beter is of dat een vrouw beter is, nee. Als ik thuis kom, dan hoop ik dat mijn vrouw de huis heeft gepoetst. Waarom? Dat je dan als man rustig thuis komt. In de frisse kamer. Ik hoop dat ze lekker heeft gekookt. Dat ik heerlijk kan eten in alle rust. Genieten van wat ze heeft gekookt. En mijn vrouw hoopt dat ik heb gewerkt, wat ik heb gedaan, zodat ik ook weer mijn deel kan aanbrengen wat bij een man hoort. Keuzes maak die bij een man hoort en zo ben je één. En als mannen het niet oppakken, dan doen hun vrouwen het. En als een vrouw de taak niet oppakt, doet een man het. En daarom is het belangrijk om daar ook te bidden en Gods wijsheid te zoeken. En dan gaat het stromen als olie. En dat is ook weer een symbool van de Heilige Geest. Vaak spreken we ook profetisch in ons eigen leven verkeerd. Hè? Een van de dingen die ik wel eens zeg, wat niet goed is, is... Poeh, ik ben doodmoe. Moet je omdraaien. Moet je niet ineens gaan zeggen, ik ben levensmoe, hè? Dat moet je niet zeggen. Nee, niet zeggen, oh ja, ik ben niet doodmoe, ik ben levensmoe. Dat klopt ook niet. Hè? Laten we dat eigenlijk zeggen. Nee, dan zeggen we gewoon... Goh. Ik spreek energie uit. Halleluja. Ik zeg wel eventjes happy hardcore op bij wijze van. Hè, Jordan en hij? Even stuiteren, wakker worden. Nee. Kan ook geweldig goed op gospel en worship. Nog veel beter. Maar woorden hebben kracht. Als je dat vaak genoeg zegt, ga je depressief worden. Als je vaker genoeg verkeerde dingen zegt, zonder dat je het doorhebt... Wek je dingen tot leven. We kennen allemaal wel dat je misschien dingen hebt gehoord, of het nou van je ouders is, van leraar of van vriendinnen, minder leuke dingen. En misschien de leraar wel vaak tegen zeggen, maar ben je toch dom? Of dat vriendinnen tegen zeggen, ja, ga jij maar niet mee als we dat gaan doen. Of misschien wel je ouders die nooit hebben gezegd, ik hou van je. Dat je daardoor, door die woorden die je niet hebt gekregen of juist wel hebt gekregen, verbitterd bent geraakt of erger. Dat je een leugen bent gaan geloven. Daarom is het belangrijk. Niet alleen wat je tot jezelf zegt, maar ook wat je tegen anderen zegt. Amen. Misschien vind je iemand wel irritant. Zeg dan gewoon tegen die persoon. Hé, irritant. Denk daar eens aan. Ga niet zeggen dat iemand irritant is, maar probeer dingen anders te zeggen. In plaats van, oh, wat ben je druk? Zeg dan, hé, wees gebijtje. Kom, even rustig aan je. Ik zeg maar wat, maar we snappen wel wat ik zeg. Woorden hebben kracht. Ja. Johannes 10 vers 27, ik ga daar even doorheen, want ik zie eigenlijk al dat ik al eigenlijk wou stoppen qua tijd. In Johannes 10 lezen we ook dat wij schapen zijn. Zo heb ik een keer een geweldig compliment gekregen van iemand die dat geen eens door had die mij een compliment gaf. 10 jaar geleden kwam ik tot geloof, dus heel veel vrienden vonden mij dat ik bij een secte zat en spoorde. Want ik was echt in één klap veranderd. Door de genade van God, door de liefde van Jezus. Ik kon me ook niet meer interesseren. Ik zat mijn handen in de lucht, op straat wel eens, knielde ik. Ja, ik was helemaal vol van zijn liefde, ik kon er niks aan doen. Nu heb ik ook beheersing van de geest meer onder controle. Waardoor ik soms denk, oh, het is niet zo wijs. Maar dat had ik in het begin niet, maar ik was een baby. Hè? Dus op een gegeven moment zei een vriend ook tegen mij, jij lijkt wel een schaap, bla 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 bla. En ik verstond gewoon Gods geest erin. Ik zo, ja, dat heb ik vandaag gelezen, ja. Johannes 10, ik ben een schaap. Waar is jouw trots dan? Ik dacht, verrek, hè, daar ben ik ook al mee bezig om mijn trots afleggen. Dus ik kijk mijn vrienden zo aan. Ik kon niet boos op hem worden. En hij was boos op me en hij was me eigenlijk aan het kleineren, maar ik werd gewoon bemoedigd door hem. Ongelooflijk.
En die moment zal ik nooit meer vergeten. Ik werd bemoedigd. Een vriend die mij zogenaamd, en hij wilde me ook helpen, alleen hij was echt werelds. Waar is je constant gebleven, Edward? Bla 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 bla, je lijkt wel een schaap. En ik was daar allemaal ongelooflijk godsomspreek. En omdat ik niet in mijn emotie zat, maar vol was van zijn geest, sprak God gewoon door een boos wereldse gast op mij. Ja. Kom. Ik zei alleen maar tegen hem, je hebt gelijk. Nog een paar dingetjes voordat ik stop, omdat dat wel belangrijk is. Want leer begrijpen, wat is zijn stem verstaan? Ten eerste, wees vol van zijn woord. Als jij zijn woord niet kent, kan je hem niet verstaan. Als je zijn woord niet kent, kan je niet tegen de vijand terugpraten. Want dat deed Jezus. Maak dan van die steen brood. Nee, men leeft van het brood des levens, het woord van God. Spring dan van die berg af en engelen zullen je opvangen. Nee, er staat ook geschreven. Tart God niet. Het is jouw hoofd, hè? Want de duivel werkt soms door je hoofd, door je gedachten. Maar als jij vol bent van zijn woord, luister je niet naar die gedachten. Hey Edward, wat doe je dom? Misschien voor jou, maar niet voor God. Halleluja. God heeft mij zo gemaakt, heeft mij zo gewild, heeft mij perfect gemaakt en ik ben niet dom. Ik bind die leugen over mezelf in de naam van Jezus. En dan gaat hij weg met zijn staart tussen de benen. Want veel christenen weten niet dat de duivel niet jouw nachtmerrie is, maar dat jij zijn nachtmerrie bent. Amen. Ja, echt. Maar hij wil heel graag jou doen geloven dat hij jouw nachtmerrie is. Nee, ik ben zijn nachtmerrie. Want ik ben een kind van de levende God. Ja. En hij die in mij woont is sterker dan hem. Yes. Ik verslind hem. Yes. Want de leeuw van Juda is met mij. Amen. En als het nodig is, ben ik een leeuw. En als het nodig is, ben ik een lammetje. Dat voel je wat door Gods geest. Want we zijn soldaten. Maar wil jij een soldaat blijven? Of wil je een marinier worden? Hoe dat in de wereld werkt, werkt dat ook in het geestelijke principe. Yes. Want alles is zo krachtig gemaakt door God geestelijk, dat alles zich ook manifesteert in het vlees. Zeg maar vaak zat, oh, ik ben een mislukkeling. Ja, ga je zo gedragen. Ja. Verbreek het in de naam van Jezus. Laatste paar punten is dit. Neem, ondanks we in een hectische tijd leven, neem tijd voor God. Neem alsjeblieft tijd voor God. Je zal geen spijt krijgen, al moet je 6 uur 's ochtends eruit dat je toch je wekker om 6:30 of 4:45 of 5 uur of 4:45 zet. Het zal jou tot zegen zijn. Amen. Mediteer zijn woord. Dat zegt God al tegen Joshua. Mediteer mijn woord bij dag en nacht. Wees dapper en standvastig. Dat is niet alleen tot Joshua gesproken, dat is ook tot jou en mij gesproken. Anders stond het niet geschreven. Ik pak dat woord. Het is ook voor mij. Pak dat woord wat je leest. Zeg, het is ook voor mij, Heer, want het is ook voor jou. Er is nog zoveel meer mooie dingen gebeurd die niet geschreven staan. Alles wat geschreven is, is ten opbouw voor de gemeente. Is ten opbouw voor jouw geestelijk leven. Is ten opbouw voor jouw individu, zodat jij nog liever bent voor je naaste. God wil jou opbouwen. God wil jou zo graag opbouwen dat hij relatie met jou wilt. Dat hij wil dat jij niet alleen maar zijn woord gaat lezen. Je moet het wel doen, anders ken je hem niet. Want daar staat zijn karakter. Daar staat in wat hij van je verwacht. Maar daar is ook aanbid hem. Als de engelen het al doen bij dag en nacht. En steeds meer openbaring krijgen van God. Maar door blijven zingen, steeds meer openbaring krijgen van God. Weet je, zingen, aanbidden. Dat is ook een preekluister hoor. Maar er zit nog veel meer in. Je maakt muziek voor God. Omdat je hem heilig, hem aanbidt. He, als het onze Vader begint. Onze Vader in de hemel zegt, uw naam worden geheiligd. Hoe kunnen we God heiligen? Naast dat we hem erkennen. Voor hem knielen. Maar ook voor hem zingen. Als je naar een voetbalclub gaat, dan staan ze urenlang te zingen. 1,5 uur lang te zingen van de wedstrijd. Omdat dat een afgod is. Voor sommige mensen. Het kan gezellig zijn, leuk zijn als er niks mis mee. Maar wanneer een afgod is het verkeerd. Als jij vol bent van God, dan zing je voor hem. De psalmen staan er vol van. Ik zing voor u.
Saul was bezeten door een kwade geest en David zong voor hem. En zijn ziel werd rustig. Amen. Als je vol angst bent, proclameer Gods woord. Amen. En lofprijs en aanbidding is een hulpmiddel om dicht bij hem te komen. Amen. Als ik mijn stille tijd begin, dan heb ik zakjes worship aan. Bid ik. En ik zeg altijd, lieve Heilige Geest, u bent de leraar. Ik niet, maar u. 1 Johannes 2, vers 27 staat dat er. Laat dan de Heilige Geest, de zalving van God, jouw leraar zijn en geen mens. Onderwijs mij wanneer ik dit schrift lees, want het is een heilig boek, een geestelijk boek. Ik wil u kennen. Ik wil u begrijpen. En dan pas ga ik lezen. Onder de zalving en de leiding van Gods geest. Zo belangrijk. Maar zorg ook dat je geen afleiding hebt. Als je die film War Room hebt gezien, dan snap ik waarom zij in een hokje zit. Want als ik zit in mijn huis op bepaalde plekken, dan of er staat afwas, of de vogeltjes willen aandacht. Want ik heb een hele tamme valkpakiet. Die gaat worden naar een hondje. Of ik zie mijn mobiel. Of ik zie dit, of ik zie dat. En ga zo maar door. Zorg dat je een plek hebt. Voor mij apart. 5 uur, je doet de deur dicht. Ik zeg, heer, ik ga wandelen en met u praten. Zoals je met een vriend of een vriendin doet. Nou, niet als je 5 uur ochtends de deur hebt. Misschien kom je wel iemand tegen. Maar dat kan ook Gods wil zijn. Halleluja! Dat zijn mooie ontmoetingen. Waar ik wel even stil bij wil staan. Heel krachtig en wordt weinig gedaan. En de mensen die het kennen, ik ook soms. Tongentaal. Power prayer. Tongenbidden. Als er mensen zijn die gaven hun tip ontvangen. Kom maar naar voren. Ik wil je heel graag voor je bidden handen opleggen dat je de gaven mag ontvangen. Het is een gave, liefdesgave van God. En jouw begrip snapt niet wat je zegt. De duivel begrijpt niet wat je zegt. En God verstaat jou. En ineens krijg je wel gebedsverlangens op je hart. Ik geloof namelijk dat je in tongen bidt, dat je iets wakker maakt. Dat je soms iets doorbreekt. Zonder dat je het weet dat je vloeken, generatievloek aan het verbreken. Zonder dat je het weet. Dat je mensen aan het zegenen bent. Mensen voor Gods troon zet. Jezelf. Misschien dingen die je niet durft te beleiden of durft te zeggen. Wel, doet in tongentaal. Wie zou het zeggen? Tongentaal. Power prayer. Belangrijk. Misschien ook wel belangrijk voordat je begint. Heer, ik ga lezen. Ik weet niet wat ik u moet vragen. Geen probleem. Heb ik zo vaak. Want aanbidding is een levensstijl. Amen. Wij christenen zijn niet alleen zondagkerk. Nee, op zondag zijn we hier bij elkaar om elkaar lekker vurig te maken. En daarom ben ik vandaag hier om elkaar weer even lekker vurig te maken. Om elkaar te bemoedigen. Betreffend profeteren. De grootheid van God. Oh, dat hij zoveel van ons houdt. Maar, wat ga jij morgen doen? Wat ga jij overmorgen doen? God is daar ook. Ja, precies. En op jouw werk, als je daarbij gebruikt, doe alles als aan God. Ik ook. Ik moet ook werken. Maar overal waar ik kom, heb ik Jezus bij me. En ik heb heel veel mensen op mijn werkvloer over Jezus kunnen vertellen. Iedereen kan het op zijn eigen manier doen, hè? Het is zo simpel. Maar de duivel wil dus doen geloven dat het moeilijk is. De duivel wil roven en stelen. Druk, 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 druk. Laten we tijd maken voor hem. Want dan... Hij wil de zegen zijn voor jou. Het is niet van, oh, ik moet tijd maken. Nee, je zal gezegend zijn als je tijd voor hem maakt. Als je er eenmaal aan begint, is het zo verslavend dat je misschien weer daarin doorschiet. Ja. Dat je alleen maar bij God wil zijn. Dat is ook heerlijk, af en toe. Maar alles in structuur, want God wil ook, hè, dat je goed bent voor je gezin. Alles in structuur is. Hij zegt niet voor niks, de kerk moet structuur zijn. We hebben alle structuur. Gezin moet in structuur zijn. Jouw leven moet de structuur zijn, want dan ga je vlammen. Dan ga je obstakels zien en doorbreken. Dan ga je van glorie naar glorie. En als de Heilige Geest komt af en toe, want God houdt ook van een feestje, hè? Ik bedoel, Purimfeest, dankzij Esther. Dat is niet bedacht in de eerste instantie van God, hè. Je hebt Esther en Mordechai door die grote daden. En God heeft gezegd, nou, dat is een mooi feestje. En wanneer ze dan gaan ratelen, dat doen ze wanneer ze Haman horen. Hè? Dat was zeg maar de Adolf Hitler in die tijd. Heel mooi boek. En dan zeggen mensen... Ja, is het wel een Bijbelboek? God komt daar niet in voor. Doe normaal. Dankzij Esther is het Joods volk gered. Ja. Ja. Dankzij Mordechai kreeg Esther profetische woorden. Dat zij moest uitstappen bij de koning van Perzië. Ja.
wel goed is. Dankzij Esther dat ze dat heeft gedaan, heeft het Joods volk een geweldig feest. Purim. Dus God is heel duidelijk in dat woord. Maar willen wij het zien? God zegt in Romeinen 1 vers 20. Niemand kan zeggen dat ik niet besta, want ik ben te zien in de schepping. Als je twijfelt aan God, ga dan maar eens denken. Hoe kan die irritante mug bestaan? Hoe kan die bloem zo lekker ruiken? En als ik het zo verstuik, komen er nog meer bloemen daar. Hoe kan dat? Omdat God alles kan. Omdat God zei, er is licht. Bam! Oerknop. En er was licht. Halleluja. Hij sprak en het was er. Jongens, ik kan nog uren doorgaan, maar ik heb echt maar een paar dingen gedaan, maar ik stop. En ik wil lekker gaan bedienen. Als er mensen zijn die woorden voor elkaar hebben, kom naar voren. Want God werkt ook door jou heen. Laten we elkaar bemoedigen. En als mensen nog straks voor gebed willen, ja, Dorothea is er, Hans is er, ik...